Voor de mensen die niet weten wat een stadsdeelkantoor is. Dat is een gebouw van de overheid. Ontworpen door de bielen. Voor de bielen. Mijn stadsdeelkantoor heeft 3 balies. Balie groen, balie rood en balie blauw. Op die balie staat geschreven... balie groen, balie rood en balie blauw. Die balies zijn geverfd in de kleuren groen, rood en blauw. Nou, raad eens welke debiel dit kleurensysteem niet begreep. De oranje. Dit is wat er gebeurde. Maandagochtend, 8:04. Stadsdeelkantoor is net open. Ik zwaai die deur open. Ik loop die hal binnen. Ik kijk om mij heen. Dat hele stadsdeelkantoor is helemaal leeg. Er staat niemand achter balie groen. Er staat niemand achter balie rood. Er staat een man achter balie blauw. Dus ik loop naar balie blauw. Ik zeg, hey, goeiemorgen. Ik kom mijn paspoort verlengen. Heeft u een nummertje? En ik draai mij om. Ik kijk om mij heen. Dat hele stadsdeelkantoor is nog steeds leeg. Dus ik zeg... ja... Maar er is verder helemaal niemand. Ik zeg, dit lijkt me een klein beetje onzin. Meneer, dit is het systeem. En als u het systeem onzin vindt, dan kunt u een brief schrijven. Regels zijn regels, nog een fijne dag. Dit is wat deze man tegen mij zegt. Maar in mijn hoofd kom ik blijkbaar mijn paspoort verlengen... in das immergroße Deutschland. Und der Führer vom hellblauen Bali Nummer 3 hat er gesagt... das System ist System und das Regeln sind Regeln... und dass ich ein Nummer soll tragen zwischen 40 und 45. Maar ik zeg, tot zo. Ja, ja, want de René van Meurs die voor zichzelf op durft te komen... die is bij de geboorte weggeflikkerd. Mijn ouders hebben in het ziekenhuis van de arts de keuze gekregen... wilt u deze kerngezonde baby, die blaakt van het zelfvertrouwen... en die ongetwijfeld opgroeit tot een volwassen man... die perfect functioneert in een steeds harder wordende maatschappij? En toen heeft mijn moeder gezegd, ach dokter, wel nee. Nee hoor, doet u ons maar die gezellige oranje blob. Ja, dan voeden we die wel op tot een soort pratende bokkenpoot zonder ruggengraat. Want dat is wat ik ben in dit soort situaties.